Chase, megafoon! Ruff, megafoon! Hey Alex, hier beneden! Help, de boot help. Van de kapitein is heel leuk, maar het is niet echt speelgoed. Wil je hem alsjeblieft neerzetten? Heel voorzichtig? Oh. Oké! Okay. Bedankt, Zuma! Ik heb dorst. Oh nee, zo krijgen we echt nooit terug in de bonenstaak. En als aandenken aan dit bijzondere evenement heb ik loco-burgemeester Chicaletta gevraagd. Huh? Waar is dat gekke beestje nou? Ik heb haar gevraagd of ze hier kwam. Oh! Hi! Kijk uit! Oh, dat is reuze Alex! Jee! Verstoppertje! Fee, fee, fo, bam! Kijk uit, burgemeester Goodway! Oh. Ik kom eraan! Gevonden! Hoi, reuze Alex! Dag, burgemeester Goodway. Ik weet waar Chicaletta is. Ik zal u helpen. Van onderaan! Bedankt, reuze Alex! Ryder, Alex wandelt nu door de hoofdstraat. We komen eraan! Limonade, yummy. Oh, hij is leeg. Kijk uit! Ladders! Hoi, Alex. Alex, wat doe jij nou helemaal daarboven? Hoi, opa. Mag ik misschien wat drinken? Neem een smoothie. Bedankt, maar eigenlijk wil ik nog steeds wat te drinken. Hier, neem er nog een. Ik wil nog meer drinken. Ik zal er nog meer maken. Heel veel meer. Yay! Ik hou van smoothies. Ik weet hoe we Alex terug de bonenstaak in krijgen. Pups, we moeten op de boerderij fruit halen om smoothies te maken. En veel ook. Rubble, Rocky, haal zoveel als je kan. Rubble is aan de rol. Groen is gaan. Doei. Marshall en Chase, haal de enorme limonadebeker die in de hoofdstraat ligt. Chase zit er bovenop. Hey, dit is officieel eigendom van de politie. En mijn sirene klinkt dus echt helemaal niet zo. Wow! Hey, wacht nou! Ik hoop maar dat dit werkt. Ga ervoor, Marshall! Een mega reuze smoothie komt eraan! Woep! Spuit aan! Dit is de grootste smoothiebestelling die ik ooit heb gehad. Ik had wel 12 blenders nodig. Spuit uit! Woep! Nu is het jouw beurt, Sky. Deze pup gaat vliegen! Wow, reuze Alex. Vergeet niet dat de trein geen speelgoed is. Huh? Heb je nog dorst, Alex? Heb je zin in een heerlijke bessensmoothie? Ah. Oh. Yummy. Wacht, een bessensmoothie klinkt heerlijk. Mag ik ook wat? Mag ik ook een slokje? Alsjeblieft. Het werkt, jongens. Wacht. Zo te zien is dit het moment. Zijn jullie klaar, pups? Ik heb alle webben tot ballen gerold en ik hou ze in de aanslag. Wauw, dit werkt vast goed. Chase, ben je klaar? Ruff! Ballenkanonnen! Ruff, waterkanon! Ruff, ruff, superheldenpose!
Mijn vriend Rubble en ik hebben die barrière extra sterk gemaakt. Spinnenkoning, daar kom je echt nooit doorheen. Misschien heeft hij je niet goed verstaan. Rocky en Rubble, geef die spin een koekje van zijn eigen plakkerige deeg. Wipballen vuren! Apollo, jouw beurt. Geniet van de reis. Hij geeft niet op. Het is tijd voor iets dat nog beter plakt. Rubble, ik weet dat je bang bent voor spinnen. En de spinnenkoning is de grootste spin ooit. Maar durf je zo dichtbij te komen dat je die steen van de teerput kan halen? Het is maar een spinnetje. En bovendien ben ik Super Rubble. Niet bang zijn. Het is maar een enorme spinnenkoning. Hier ben ik, spinnenkoning. Het is gelukt, Rubble. Mij krijg je mooi niet te pakken. Goed werk, Pups. En nu snel wegwezen. De spinnenkoning komt echt niet meer voorbij dit enorme rotsblok. Louder! Oh, mijn ladder is te kort. Kapitein, kun je bij Marshall's ladder? Ben ik er al, Marshall? Bijna. Volgens mij ben ik er. Sorry, Marshall. Gaat het, Marshall? Ja, het gaat wel. Maar kapitein Turbot en François zitten nog vast. Help! Tijd voor versterking. Sky, we hebben je nodig. Deze pup gaat vliegen! Zeg het maar als ik weer kan staan. Je kan weer staan. Dat viel het beste mee. Ja, beurt, Horatio. Ik blijf hierboven totdat het bot is uitgegraven. Weet je het zeker, kapitein? Dat is wel gevaarlijk. Ik ben voorzichtig. Met dit bot erbij heeft de avonturenbaai een compleet T-Rex-skelet. Joehoe! Ha! Huh? Ben uit! Sorry. Pups, we halen de bot en kapitein Turbot naar beneden. Sky, ik heb een tuigje nodig. Komt eraan, Ryder. Rubble, sta klaar om het bot omlaag te brengen. En ik help met het uitgraven. Aan de rol, Ryder. Jongen, wat zou ik daar graag op kouwen. Oh. Oké, Sky. Ryder. Iets dichterbij, Sky. Voorzichtig, Ryder! Oké, kapitein. En hak hem maar. Huh? Het bot is los. Oké, Rubble. Breng de kraan maar in positie. Ja, Ryder. Hier komt de kraan. Nog een stukje. Nog een stukje. Ja, je hebt hem. Woehoe! Rubble, trek. Dat bot is niet het enige dat los zit. Ryder, help! Sky, ik ga omlaag met het bot. En dan breng jij kapitein Turbot naar beneden. Doe maar vast, kapitein. Jongens! Goed werk, Sky. Dank je, Ryder.
Het is schitterend! Woehoe! Horatio! François! Ik heb het perfecte dinosaurusbot. Ik word paleontoloog van het jaar! François? Ik bedoel, wij worden de paleontologen van het jaar. En de pups. Het past perfect! Bij deze verklaring het hele skelet compleet! Ja! Kijk eens hier, Bettina. Yummy. Hey! Alex, ik zei één druppel. Sorry, Porinjumi. Het wordt tijd voor de Paw Patrol. Oh, Ryder, bedankt voor het haasten, maar haast je nog wat meer nu. Snel, Rubble. Pak de pompoen met je kraan. Komt in orde, Ryder. Super zwaar, zeg! Goed gedaan, Rubble. Oké, Marshall. Laddertijd. Oké, dan. Ladder! Trap omhoog. Ik heb hem. Dat scheelde niks. Ik was bijna geplet door een pompoen. Dat klinkt volgens mij als een koe in nood. Rubble, pak die broccoli zodat Bettina naar beneden kan. Doe ik, Ryder. Hier komt Rubble met zijn klauwen aan de rol. Is Bettina aan orde? Ze kijkt een beetje wazig. Daar weet ik wel wat op. Wie lust er mais? Ja, het gaat wel. Wat is dat? Oh-oh. Rennen! Kijk uit! Oh nee! De tomaten rollen naar de stad. Kom mee, pups! Wat? Uh-oh, we moeten snel zijn. Kijk, we kunnen ze omleiden met die boomstammen. Doe ik! Wow! Het is je gelukt, Rubble. We zijn nog niet klaar. Die tomaten rollen nog steeds. Reuzetomaten? Ha, nu heb ik echt alles wel gezien. Die tomaten gaan alle kanten op. Ze zijn makkelijker te stoppen als ze dezelfde richting uitgaan. Rocky, Zuma, het is tijd om tomaten te vangen. Tuurlijk, Ryder, dat kunnen wij. En hooguit krijg je wat ketchup, snap je? Tomaten, ketchup. Ja, we komen eraan. Oké, pups. Omsingel de tomaten en leid ze naar de stad. We gaan rollen! Ja! We verplaatsen de kudde! Of is het verplaatste salade? Yippie-yay! Maar Ryder, hoe zorgen we dan dat ze stoppen met rollen? Dat is deel 2 van mijn plan. Tomaten zijn rond en ze rollen. Maar niet als je ze in saus verandert. What? Chase, met jouw net maken we van die tomaten tomatensaus. Wacht op ons bij meneer Porter. Komt in orde, Ryder, meneer. Zuma, Rubble, Marshall, rol de tomaten naar het restaurant van meneer Porter. Rocky, ik heb jouw heftruck nodig. Kom mee! Oké, Chase, jouw beurt. Ruff, net! Perfect!
Oké, Rocky. Plaats met je heftruck dat grote vat achter het net. Ik maak een schans om de tomaten erin te leiden. Begrepen, Ryder. Zo, die moet groot genoeg zijn. Oh, tuimelende tomaten. Daar komen ze. Goed gedaan, katastrofe kittens. Eens kijken hoe je de Paw Patroller bestuurt. Wacht. Die stond toch net hier? Wat is ermee gebeurd? Geen idee. Huh? Wat doet dit hier? Die kittens maken me zo kwaad. Het geeft niet, Chase. We zijn ze toch alweer kwijt. Laten we verder gaan met het wassen van... de Paw Patroller. Oh-oh. We hebben toch geen onzichtbaarheidszeep gebruikt? Of wel? Nee, Marshall. Iemand heeft hem gepikt. En diegene liet een pluizige aanwijzing achter. Denk je dat we hem nog terugkrijgen? Oh, dat weet ik wel zeker. Geen klus is te groot, geen pup is te klein. Chase, lanceer je drone. Drone! Ga op zoek naar de Paw Patroller. Flap? Haarballen, ze hebben ons! We moeten die drone afschudden. Ga ze maar! Rustig maar! Wie stuurt er nu? Hij slingert alle kanten op. En daar is Hamdinger. Naar de kant, Chase. Sky. Robohand en jij halen de Paw Patroller in. Kom mee, Robohand. Yeehaw! Spring achterop, Chase. Heerlijk als je zelf eens niet hoeft te sturen. Ryder zit achter ons aan. Gassen nu! Oh! Werk, Ryder. Ah, ik kan niet bewegen. Stop! Stop met gassen nu! Burgemeester Hamdinger? Ryder, help! We kunnen niet meer remmen! Ik kom, burgemeester. Deze zaak wordt steeds ernstiger. Gebruik je schoenen met zuignappen om aan boord te komen. Ruff! Muurklimmers! Hou hem recht, Ryder! Geweldige move, Chase! Dat werd tijd, Ryder! Sky, breng Robohond in de juiste positie! Doe ik! Allemaal aan boord! Oké, kittens. Rijbewijs en autopapu. Dichterbij dan dit laat mijn neus me niet komen. Kom op, kittens. Aan de kant voor Robohond. Joehoe, kittens. Kijk naar de wol. En gaan pakken. Het is gelukt, Pups. Ja, goed. Het lijkt erop dat de Pups de boel weer hebben gered. Oh nee! Ryder! Het gaspedaal zit vast! Ik kom al, Chase! Activeer automatische piloot. En... gelukt! En je laat mij hier gewoon vastgebonden in mijn stoel zitten? Dat lijkt me wel een goed idee, ja! Ik zie al wat het probleem is. Een flinke ruk lost het wel op. Chase? Goed, Ryder. Ruff! Kabelbaan! Dankjewel, Chase. Graag gedaan, Ryder. Robohond,
trap op de rem. Spion Chase, tijd voor je nachtkijkers. Ruff, ruff. Infrarood kijkers. Earl, jij oude schroevenbak. Stop alsjeblieft. Robovoort vluchtigen in het vizier. En hij trekt nog steeds mevrouw Wingnut mee. Op jacht naar de Robosaurus. Want Dino Vang gaat hier. Ik ga graven. Rocky, span je taal precies hier. Zal ik doen, Ryder. Woef. Hamer. Nog een beetje strakker. Schiet op, jongens. Earl is er al bijna. Snel aan de kant, jongens. Oh, het werkt niet. Komt iemand me helpen? Let jij op die weglopende dinosaurus terwijl wij mevrouw Wingnut redden. Ja, meneer Ryder. Mevrouw Wingnut, als u op het dak klimt, kunnen wij u weghalen. Okidokie. Sky, ik heb je nodig om mevrouw Wingnut van haar trailer af te tillen. Ik kom eraan, Ryder. Reddingsdoel in zicht. Goed gevlogen, Sky. Laat nu je tuigje zakken. Woepsie. Oeh, Nelly. Oké, Rubble. Jij mag nu de trailer van de rots aftillen. Klaar om te tillen. Ryder, ik ben weer bij de Robodino. Mooi. Gebruik je schietstoel om op zijn rug te komen. Zoek de uitknop. Over en uit. Ruff. En schietstoel. Wow! Huh? Ryder, ik zie al waarom de Robodino op tilt is geslagen. Er zitten knaagdieren in en ze eten de draden op. Knaagdieren die joyriden? We komen eraan. Bedankt, Pups. Net op tijd terug van mijn lievelingsserie. Dat was redding 1. Nog één te gaan. Uh-oh. Ryder. We komen eraan, Chase. Rocky, volg mij. Schiet nou op, Ryder. Het lijkt erop dat we richting een val lopen in een heel diepe kloof. Hou vol, Chase. We lokken die knaagbeesten naar buiten. Rocky, haal je pindawerper. Schiet me raak, Rocky. Nou, de hamsters, tot ziens. Ryder, het werkt. Tot nu toe. Maar waar is toch die uitknop? Schiet op, Chase. Phew. Op een nippertje, Chase. Maar goed gedaan. Oeh. Niets om je kippenhersentjes over te breken, Chicoletta. Wij zijn veilig zolang we... Oepsie! Oh, Gunst, blaadje! Zet ons weer neer, alsjeblieft. Ik kom, burgemeester! Of toch niet? Oh, grut! Kabels! Ik ben er. Nu zal ik u en uw chicken bevrijden, madam. Ruff, knip dan. Oh, dat kietelt. Chicoletta, we gaan.
Blaadje, hoe kun je? Na al dat water en zonlicht dat je hebt gekregen. Help ons alsjeblieft. Oh, die stoute plant heeft mijn kipje opgegeten. Geen zorgen, Chicoletta. Ik ben hier. Volgens mij weet ik nu wat voor plant Blaadje is. Het is een beestum etus. Een beestum wat is? Beestum etus. Deze planten eten het liefst kleine beestjes die aan de andere kant van het moeras leven. Oh, maar dat is dus waar Blaadje eigenlijk thuis hoort. Juist. Blaadje had hier nooit geplant mogen worden. De grond is te vruchtbaar. En als hij niet snel wat insecten eet, wordt hij ziek. Dus als we Blaadje wat van die insecten brengen, gaat hij misschien wel open. En dan komt Chicoletta weer vrij. Zuma, jij moet met je hovercraft door het moeras varen en wat speciale insecten ophalen voor Blaadje. Ik duik erin! Zuma! Dit is echt een goed plan, Ryder. Maar hoe moet Zuma al die insecten nou hier naartoe lokken? Ik wed dat dit lekkere pupkoekje wel werkt. Koekje! Ja! Tijd voor de insectenjacht! Wat een bofkonten! Geen paniek, mijn lieve poezelige kippiepoepoe. Hulp is onderweg. Zodra Zuma terugkomt met die insecten en Chicoletta bevrijd is, verplaatsen we Blaadje naar waar hij hoort. Rubble, kan jij de wortels van Blaadje uitgraven? Rubble is aan de rol! Heel goed, beestjes. Volg het pupkoekje. Wat heb jij een grote zwerm beestjes gevangen, Zuma? Oké, Chase. We hebben jouw kanon nodig om dit aas naar Blaadje te schieten. Wat? Kanon! Het wordt hier een beetje zoemerig, Ryder. Kunnen we schieten? Nu? Zeker weten. Schiet hem maar weg. Rup, lanceer! Ik ga je vangen, Chicoletta. Mijn dappere kleine kipje. Oké, Blaadje. Heb je zin in een rietje? Mooi werk, Rubble. Oké, jongens. We brengen Blaadje naar zijn nieuwe plek aan de andere kant van het moeras. Bedankt dat jullie me gered hebben, Paw Patrol. En voor het verplanten van Blaadje naar zijn eigen stekkie. Maar boven alles, voor het redden van mijn geliefde Chicoletta. Als je een plantprobleem hebt, blaf dan om hulp. Maar eerst hebben deze brave pups allemaal een pupkoekje verdiend. Hey! Marshall, jouw beurt. Dit helpt wel tegen de hitte. Goeie. Zo, die kan goed mikken. Zorg dat het kanaal goed breed is, Rubble. Om het te laten lukken hebben we veel water nodig. Graven maar! Ik ben bijna klaar hier, Ryder. Het is al bijna vloed. Er zou genoeg water moeten zijn om de walvis weg te voeren. Laat mij de dam maar weghalen. Dan kan het water erin. Ik hoop dat het werkt. Hier komt het water. Hoger, hoger, hoger. Ah. Kom op, water. Hoger. Ik ben bang dat de vloed niet hoger zal komen dan dit. Misschien krijgen we de kleine wolven in het water met een grote deal. Oké, iedereen. 1, 2, 3, duw! Ja!
Hallo? Is het misschien mogelijk dat jullie Paw Patrollers me naar beneden halen? Hey, dat klinkt alsnog een walvis. Dat kan. Walvissen praten met elkaar door te zingen. Het is nog een walvis. Dat is vast haar moeder. Ze komt hier naartoe. Goed nieuws. Je mama komt eraan. Niet heel goed. Als ze te dichtbij komt, zit die moederwalvis straks ook vast. Twee gestrande walvissen? Zijn er twee te veel? Kapitein Turbot, zijn walvissen gevoelig voor geluid? Oh ja, een calamiteuze cacophonie. ik bedoel, herrie schrikt ze af. Dan moeten we genoeg lawaai maken om haar hier weg te houden. Ik zou mijn oren maar dicht doen als ik jou was. We gaan knallen! Ze gaat al langzamer. Goed, maar ze moet eigenlijk omkeren. Hey Marshall, laat maar eens echt wat horen. Ja, ze keert om. Maar we weten niet hoe lang ze daar blijft wachten. De kleine walvis moet weer terug in het water. Snel! Oh, het water komt niet hoog genoeg. Ik weet het. Misschien kan Rocky iets in elkaar draaien waarmee we de babywalvis in de baai kunnen laten glijden. Precies wat we vanochtend in het park hebben gedaan. Perfect! Dank je dat je zo snel kon komen, Rocky. Rocky komt je redden. Oké, Rocky. Rol het maar in het kanaal. Perfect. Marshall, kan jij je plastic nat spuizen? Dan wordt het glad. Tuurlijk. Geweldig. Oké, dan. Elke poot aan dek. 1, 2, 3 en duw! Nee, helemaal nat. Kijk. Dag kleine walvis, we zullen je missen. Lief zijn. Fijn dat je zo snel bent, Rubble. Het ravijn is te diep voor Priscilla om eruit te kunnen. Dus ik wil dat jij een trap gaat graven. Oké, dan. Tree voor tree. Graver. Lekker bezig, Rubble. Dank je. Ik graaf graag, hoor. Je krijgt een geroosterde marshmallow voor iedere tree. Goed. Dat is één. Klaar! Ryder, ik geloof niet dat Priscilla weet hoe ze een trap op moet. Je hebt gelijk. Ik zal haar een handje moeten helpen, denk ik. Chase, kun je je kabelbaan gooien? Ja, meneer Ryder. Ruff! Kabelbaan! Dit is het leukste deel. Yeeha! Klaar, Priscilla? Goed gevangen! Zullen we samen die trap op? Rustig, meisje. Langzaam. Goed zo. Brave pony. Goed gedaan. Eerst wat water en dan terug naar het kamp. Oké, Robohond, start hem maar. Dan kan iedereen instappen. Controller zit vast. We proberen je haak, Chase. Oké, Ryder. Ruff. Haak. Trek hem maar. De Pips moet ons een bootje helpen. Klaar allemaal? Nu. Het gaat ons lukken. Het gaat ons niet lukken.
gesproken, we hebben helaas niet genoeg paardenkracht, Ryder. Wie wil paardenkracht als ze ponykracht hebben? Toch, Priscilla? Priscilla, doe dit om! Pak, pak, poei! Oké, jongens, trekken! Priscilla. Ahoy, Durfel Danny X. Klaar om gered te worden? Zeker weten. Het water blijft maar stijgen en mijn maag draait zich langzaam om. We krijgen je er wel uit, Danny. Maar eerst zul je het dakluik moeten openen. Oké. Maar welk knopje is dat dan? Deze? Nee, Danny. Probeer de knop die daarnaast zit. Goed zo. Klim dan nu op het dak en wacht daar op ons. Begrepen, Ryder. Oké, ik ben er. Maar kom snel. Hou vol, Danny. Hulp is onderweg. Chase, gebruik nu je muurklimmers om boven op de Paw Patroller te komen. Ruff, muurklimmers. Ik kom eraan, Danny. Jongen, wat ben ik blij om jou te zien, Chase. Geen probleem, Durval Danny X. Iedere pup houdt van een wandeling. Zelfs als het over water is. Oké, Chase. Schiet je kabelbaan uit naar de platvis. Dan kan Danny naar de boot. Ruff, kabelbaan. Pas op, kapitein Turbot. Er is een kabelbaan op komst. Daar komt het reddingstouw. Geniaal geschoten, mijn beste pup. Oké, Danny. Ben je klaar om te glijden? Echt wel. Daar gaat hij. Dat was vet. Wauw. Dat was nog een super spectaculair zeebuikschuiven. Johoho, maatjes. Nu moeten we de Paw Patroller nog terug naar de haven slepen. Chase, jij blijft daar zodat kapitein Turbot de Paw Patroller kan trekken met jouw kabelbaan. Ja, meneer Ryder. Ja, woehoe! En Rocky, jij kunt met je sleepboot aan de achterkant duwen. Komt voor elkaar, Ryder. Omdat de Paw Patrol bus in het water ligt, is dit nu mijn boeg. Ai, ai! Alle hens aan dek! Ryder, we hebben een probleem. De Paw Patrol bus ligt bijna onder water. We moeten zo snel mogelijk naar de kust. We gaan zinken. Opschieten, Chase. Verlaat de Paw Patroller. Ruff, ruff. Muurklimmer, trek terug. Te gek. Ryder, pups, ik voel me verschrikkelijk. Niet omdat ik zeeziek ben, het is allemaal mijn schuld. De Paw Patrol bus is voorgoed verdwenen. Nee, dat is hij niet, Danny. Wij gaan het wrak omhoog takelen. Zuma, we hebben jou en je onderzeeër hier zo snel mogelijk nodig. Ik duik erin! Rocky, denk je dat je ergens een lange slang hebt en een soort ballon die we op kunnen blazen? Ik denk dat er nog wel iets tussen mijn gerecyclede spullen zit. Weggooien? Tuurlijk niet! Wij zijn klaar hierboven. Hoe gaat het beneden, kapitein Turbot? Alles geoptimaliseerd voor ultieme opblaasbaarheid. Ik ben zo snel mogelijk gekomen, Ryder. Bedankt, Zuma. Maak je klaar. Jij en ik gaan deze ballon onder de Paw Patroller plaatsen. Diep onder water. Wie het eerste beneden is, woef woef, duik! Wacht op ons teken en start dan de motor van de platvis om lucht door de slang te pompen en de ballon op te blazen. Ai, ai! Kapitein Turbot, de ballon is geplaatst. Zet de motor maar aan. Operatie pomp luchtdruk naar de Paw Patrol bus, gestart. Het werkt! Yes! Te gek!
dramatische, triomfantelijke redding van de Paw Patrol. Mooi gezegd, Chicoletta. Bravo! Heel avonturenbaai. Kijk nu en luister mee, mijn jonge helden. Reactie? Als je ons nodig hebt, blaf dan omhoog. Durf al, Danny X. Iets dat je wilt delen met de kijkers? Dit was echt super vet. Er is daar wel iets hoor, maar het is moeilijk te zien met al die mist eromheen. Misschien is dat het oude schip van die geheimzinnige kapitein Zwartpaard. Dat weten we zo. Vleugels! Het is inderdaad een piratenschip. Ik kan de vlag zien. Kunnen we gaan kijken of er een schat in ligt? Dat oude schip valt uit elkaar. Dat is gevaarlijk. We moeten het aan land krijgen, snel. Voordat de vloed opkomt en de golven het schip aan stukken breken. Arr, kom, we slepen hem aan land. Het schip is best wel groot. Maar als we goed samenwerken, dan lukt het misschien wel. Ja! Ja! Het kanaal is gegraven. Nu kunnen we het schip dus helemaal naar het strand slepen. Mijn heftruck staat klaar. Ik wacht op het teken van Ryder. Daar gaan we. Dat is het teken. Ruff, leer aan. Ja, het lukt. Ja, het werkt echt. Wat zie je van naar boven, Sky? Het gaat helemaal goed. Wow. Oh, moet je die ankerketting zien? Het anker zit ergens achter vast. Er is iets mis. Eens kijken of we dat anker los kunnen trekken. Jij bedankt omdat je me uit die grot hebt gered. Als ze ons ooit weer nodig heeft, blaf of arr, dan om hulp. Hé, hey, maak nou open, Ryder. Ja, laten we kijken wat erin zit. Sorry, op slot. Laat mij maar even. Niet echt om op te kauwen. Een superchique hondenbak. Deze moet geweest zijn van een superchique pup. Waarom heeft de piratenkapitein nou een hondenbak? Misschien had die geheimzinnige kapitein Zwartbaard ook een trouwe pup. Huh? Nee, daarom dus. Kijk! Is dit de geheimzinnige kapitein Zwartbaard? De kapitein had helemaal geen piratenpup. De kapitein was een piratenpup. En hij lijkt precies op mij. Maar ik heb alleen geen klein zwart sikje. Hé, wacht, luister. Op deze kaart staat nog een hele belangrijke boodschap van de piratenpup. Gij die deze kist vindt, gehoorzaam nu mijn bevel. Geef mijn piratenschat vlug aan de leader van deze baai terug. Wat een pup. Ja. Een brave piraat. En jullie zijn ook brave piratenpups. Arr. 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 Wat een brave pups. En de boel is weer gered. Nu is het tijd voor pret. In avonturen bij. Yo-ho, 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 yo-ho. Yo-ho, 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 yo-ho. Arr, hij is de zeilen, maatje. Hoe eerder we dit gat dichten, hoe minder olie we hoeven op te ruimen.
opruimen. En we moeten de kleine walvis schoon krijgen. Kapitein, ik heb iets nodig voor het dichten van dit gat, zodat de olie er niet meer uit kan lopen. Zou dit iets zijn? Hey, een boei. Perfect. Hij past. Dit houdt de olie wel tegen totdat u in de haven het schip kunt laten repareren. Bedankt, Ryder. Graag gedaan. En nu gaan we de babywalvis schoonpoetsen. Heeft u hem gezien, kapitein? Nee, geen idee waar die is. Maar hij kan niet ver zijn. We moeten hem naar het strand zien te krijgen, zodat Marshall en Katie aan de slag kunnen. Heeft u iets waarmee we walvissen kunnen lokken? Ja, ik heb een heleboel vis aan boord. Mooi. Zuma, je boei. Boei. Kapitein, als u die emmer met vis in de boei zet, zal de kleine walvis Zuma misschien volgen naar de kust. Goed idee, Ryder. Kom het maar halen! Katie, Marshall, daar ben ik! Met een enorme schoonmaakklus! Ik ben blij dat ik mijn extra grote borstel bij me heb. Rustig maar, wij maken jou schoon terwijl jij wat visjes eet. Dit is een speciale zeep voor walvissen die niet schadelijk is voor je huid. Wees mij niet bang. Het is juist lekker. Zie je, badder is best wel lekker. Nu moeten we nog bedenken wat we met al die olie kunnen doen. Ik zou echt niet weten waar we zoveel olie moeten laten. Dan zullen we daar zelf iets voor moeten verzinnen. Rocky. Hoi, Ryder. Wat is er? Ik heb een heleboel handdoeken nodig, zodat ik iets kan maken om de olie op te ruimen. Komt voor elkaar, Ryder. Neem alles wat je kan vinden mee naar het strand. Groen is gaan. Wat heb je veel handdoeken gevonden, Rocky? Ja, wat goed zeg. Alle pups hebben samengewerkt, want we moeten de avonturenbaai redden. Oké, we draaien de handdoeken strak en binden ze aan elkaar. Dan wordt het een soort grote dwel die we door het water slepen om alle olie te absorberen. Zie je hoe dit het water opzuigt? We doen hetzelfde met de olie. Cool! Ik snap het. Dat wordt wel veel handdoeken knopen, hoor. Maar daar hebben we gelukkig iets voor. Woef, woef, grijper! Wat een goed idee, Rocky! Ga je gang, jongens. Ja, het werkt, Zuma. Zo zorgen we ervoor dat er geen andere dieren in de olie terecht kunnen komen. Woehoe! Oké, en nu... spoelen! Woe! Water! Moest ik van jou ook onder de douche? Nu ben je weer helemaal schoon. Maar je mist je moeder natuurlijk. Oh, kijk eens. Ze wacht daar op je. Bedankt, Ryder. De tanker gaat dat lek laten repareren en jullie oliedwel heeft alle olie opgezogen. De Paw Patrol heeft de boel weer gered. Heel graag gedaan, hoor, kapitein. Als je ons nodig hebt, blaf maar om hulp. Kijk uit! Steenlawine! Oeps. Alles oké, Rubble? Jawel, hoor. Maar de tunnel is geblokkeerd. We moeten er aan de andere kant uit. En snel! Te laat. Deze kant is nu ook geblokkeerd. Nu zitten we helemaal gevangen. Het spijt me. Ik dacht dat ik het wel in mijn eentje kon. Ik heb de boel niet gered. Ik heb het alleen maar erger gemaakt. Geef niks hoor, Rubble. Je wilde alleen maar helpen. Maar wat moeten we nu doen? Ryder en de Paw Patrol roepen! Ryder! Ryder! Oh, oh, oh.
Jingle? Hallo, Ryder. Ik heb de Paw Patrol nodig. En wel meteen. Waarom zit je in het donker? Er was een steenlawine. Ik zit met de machinist in de bergtunnel gevangen. Kunnen jij en de Paw Patrol ons redden? Natuurlijk, Rubble. Geen klus is te groot, geen pup is te klein. We komen eraan. En Zuma, vandaag rijd jij in het voertuig van Rubble. Ik? Rubble heeft straks een shovel nodig om de rest van de stenen weg te halen. Ik neem iedere hobbel. Oké. Paw Patrol is niks te doel. Oké. Ruff! Start hem maar! Ruff! Goed gedaan, Chase! Rubble, kun je hier doorheen komen? Bedankt, Ryder! En waar is mijn shovel? Daar is hij! Oké, Zuma. Hey, Rubble. Wil je het van me overnemen? Rubble is aan de rol. Oké, Rubble. Je weet wat je moet doen. Het is je gelukt. Je hebt de boel gered. Goed, joh. Nee, wacht even. Dat deed ik niet alleen. De Paw Patrol redt iedereen. Mm-hmm.